Algemeen directeur Paul van der Kraan van Vitesse is al lang weer bezig met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Maar hoe verging het de club in het afgelopen seizoen in zakelijk en financieel opzicht? Items die ook dit seizoen het reilen en zeilen van de club in niet onbelangrijke mate beheersten. Ten aanzien van de financiën kan ik vertellen dat we dit seizoen een verlies hebben geleden. Hoe groot is dat? Een verlies wat, ja, het is niet helemaal met de punt en de komma te zeggen, maar we hebben een verlies zo van, ik verwacht een 2 miljoen, in die orde van grootte. Maar op wat voor manier moet dat gat dan opgevuld worden? We hebben de afgelopen periode heel hard gewerkt om aandelen van de club te verkopen. Daarin slagen we vrij goed. De aandelen, het geld wat het opbrengt, dat levert meteen eigen vermogen op. En natuurlijk ook liquiditeit. Dus al met al, ondanks het minder goede seizoen wat we hebben gehad, waarbij verschillende projecten mislukt zijn, hebben we de financiële positie wel weten te verbeteren. Maar welke projecten zijn dan mislukt? Meerdere projecten zijn mislukt. En dat zijn met name projecten geweest die we intern benoemd hadden. Waarbij het gevolg van een project zou zijn dat er meer inkomsten zouden komen. Nou, die meer inkomsten zijn achterwege gebleven. Waarom is dat achterwege gebleven? Omdat met name de eerste helft van het seizoen we niet het voetbal speelden waar iedereen warm van werd. Dan is de belangstelling er niet. En om een project wat in eerste instantie niet geslaagd heeft, daarna op te poetsen in de tweede helft, dat is ook heel moeilijk. Dus dat hebben we niet gedaan. Een ander punt waar we heel bewust een keuze hebben gemaakt om meer te investeren, wat kosten meebrengt. En dat heeft wel wat opgebracht. Dat is in de winterstop afscheid genomen van de trainer die er toen was, Hans Westerhof. Het aantrekken van een nieuwe trainer, het aantrekken van 2 nieuwe spelers. Dat zijn kosten die je ook hebt. Die zitten natuurlijk ook in dat bedrag. Iets wat ik ook wil noemen in het geheel, dat is dat wij, als ik kijk over een wat langere periode, verschillende jaren hebben gehad waarin wij een positief netto resultaat hebben bereikt. Ik praat over het seizoen 2005, 2006, 2006, 2007. 2007, 2008 hadden we een gigantisch positief resultaat. Maar dat was niet te danken aan ons op zich, maar was te danken aan de schuldsanering. Als we dat eraf halen, hadden we een heel klein negatief resultaat gehad. En dan dit jaar is in mijn ogen een uitschieter de negatieve kant op. Een te groot verlies. Dat wil je niet. En we hebben maatregelen genomen om het komend jaar weer in de richting van een positief resultaat te gaan. Welke maatregelen zijn dat? De maatregelen die voor de hand liggen, dat is de omvang van de begroting terugbrengen. Dat hebben we gedaan met zo'n 10%. Dat is nodig in verband met de recessie? Dat is nodig om te zorgen dat de inkomsten en uitgaven dichter bij elkaar komen. Maar dat betekent meteen minder armslag voor andere dingen? Ja, minder armslag, maar misschien ook dat je met sommige zaken efficiënter moet zijn. Maar het is in ieder geval iets waar je die maatregelen moet nemen. Ik vind ook dat je als Vitesse zijnde proactief moet zijn. We moeten niet wachten tot de dingen weer over ons heen komen en dan zeggen, goh, wat jammer dat het niet gelukt is. Het komend seizoen willen we weer een situatie hebben waarin het er behoorlijk uit gaat zien. En volgens mij zou dat ook kunnen als we op voetbalgebied weer wat stappen doen. We proberen in ieder geval het elftal weer op een goede manier neer te zetten. En met goed voetbal kun je de rest ook omhoog krijgen. Kan daar het geld voor de transfer van Ricky van Wolfswinkel voor gebruikt worden? Of moet dat geld nou juist gebruikt worden om dat financiële kort, dat gat, te dichten?
Nee, heb ik net aangegeven dat het liquiditeitstekort over het afgelopen jaar, dat we dat opvangen door die uitgifte van de aandelen. Dus daar zitten we nagenoeg op nul. Dat ziet er heel behoorlijk uit. De opbrengst van Ricky, die zullen we niet zomaar even weer gaan investeren. Maar er is wel een beetje ruimte. En dan is er ook nog altijd die kwestie van die 1,5 miljoen die AZ moet hebben voor Molhoek en Jenner. Hoe gaan jullie dat doen? Wij hebben met AZ een betalingsregeling getroffen. En die zullen wij netjes nakomen. En die gelden die we daar moeten betalen, die zitten mee in onze liquiditeitsbegroting. Maar ik denk dat er een heel behoorlijk evenwicht aan ontstaan is. Dat wij op een behoorlijke manier naar de toekomst kunnen kijken. En dat wij er wel voor moeten zorgen dat datgene wat we willen doen, en dat is voetballen, dat dat elk jaar verbetert. En dat dat zich in de goede manier ontwikkelt. En dat lees je af op de ranglijst. Met andere woorden, de toekomst is, ondanks de financiële perikelen, toch rooskleurig voor Vitesse? De toekomst van Vitesse die wordt steeds duidelijker. We hebben jaren gehad natuurlijk waarin we over allerlei zaken spraken, maar eigenlijk weinig over voetbal. En ik ben van mening dat we het tweede halfjaar van het afgelopen seizoen steeds meer over voetbal hebben kunnen praten. En ik wil dat heel graag doortrekken naar het nieuwe seizoen. Voetbal moet voorop staan. Daar moeten we het over hebben. En we moeten eens ophouden om over Vitesse te praten in financiële zin en dat soort dingen. Dat moet de periode zijn die een keer achter ons ligt, die we afsluiten. En we moeten nu alles richten op dat voetbal.